Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuw video op mijn kanaal. In deze video heb ik voor jullie weer mijn favoriete van maart. Het is het bakje. Het valt nog mee wat erin zit. Maar de maanden gaan zo hard. Dus het is toch wel weer even tijd om jullie te vertellen over de producten die ik heel erg fijn vond van maart. Het is voor mij toch ook altijd wel weer even een verrassing wat er in het mandje zit. Van ja, wat ik weer ga tegenkomen. Omdat ik zoveel test dat ik het soms af en toe ook eventjes niet meer weet. Maar mocht jij benieuwd zijn naar mijn favoriete producten van maart, kijk dan gewoon even gezellig mee met deze video. Ik begin even met iets wat bovenop ligt. En dat is dit setje van Echo Tools. Ik heb al verteld dat ik een beetje mijn kwasten aan het vervangen ben door zowel Echo Tools als door Real Techniques. En dit is het I Need to Start the Day Beautiful set. Het is eigenlijk zo'n starter pack. Er zitten 5 kwastjes in. En er zit dus ook zo'n doosje bij. Die kun je dus ook gebruiken om op te stapelen. Ik zal hem... Oh, wacht even hoor. Alles gaat de verkeerde kant op. Kijk, als je een beetje... goed bekijkt, dan zie je dat we hem hier opstapelen. Maar daar zitten dus de kwastjes in. Er zitten dus 5 kwastjes bij. Allereerst heb ik hier een Define It Grease. Hiermee kun je dus je oogschaduw inblenden die je in je grease aanbrengt. En het zijn gewoon hele fijne kwasten. Waar ik gewoon heel erg blij van word. Dus die is, dat is deze. Ze hebben dus een bamboesteel. Ze zijn heel vegan ook. Ze proberen ook heel weinig plastic te gebruiken bij hun verpakkingen. Ook dit bijvoorbeeld is echt gemaakt van een heel apart plastic. Dus niet zomaar standaard plastic. Dat is allereerst deze Define It Grease. Dan heb je een blurring kwastje. En hiermee kun je dus oneffenheden wegwerken die je op je gezicht hebt. Dus ik denk dat je hem ook voor concealer zou kunnen gebruiken. Vind ik de haartjes een beetje gek voor. Want vaak zijn er toch wel wat andere kwastjes. Maar dat komt misschien omdat ik meer de goedkope kwastjes ben gewend. Want Real Techniques heeft ook wel een beetje de gewone kwastjes. Maar dat is dus deze. Dan heb ik hier een angled liner. Deze kun je zowel gebruiken voor je wenkbrauw, wat ik nu zelf op het moment doe, als bijvoorbeeld voor eyeliner. Ik gebruik hem momenteel zelf voor mijn wenkbrauw, omdat ik eigenlijk geen goed wenkbrauwkwastje heb. En ik nog steeds wel op zoek ben naar het setje van Real Techniques, speciaal voor de wenkbrauwen. Maar die is een beetje moeilijk te vinden. Dus voor nu gebruik ik deze en die werkt heel fijn. Dan heb ik ook een angled foundation. Hiermee kun je dus foundation aanbrengen. En eigenlijk hoef je niet zo heel veel uitleg nodig te hebben. Dus gewoon deze. En de laatste die erin zit, dat is een blush brush. Een full blush. Hier kun je dus blush mee aanbrengen. Ik vind de kwasten van Echo Tools echt super fijn. Ze zijn ook fijn om schoon te maken. Maar je kunt ze gewoon echt heel fijn gebruiken om aan te brengen. Ze zijn lekker zacht, lekker fluffy. En ze zijn ook nog eens betaalbaar. Want zo'n setje kost uit mijn hoofd ongeveer volgens mij 16 euro normaal. Dan heb je gewoon een starter kit. Real Techniques zijn dus ietsjes duurder. Maar ja, ik heb deze met 25% korting gekocht. En mocht je zelf bijvoorbeeld kwasten willen aanschaffen van Echo Tools, hou dan even de Ethos in de gaten. Want Ethos die heeft de laatste tijd best wel vaak korting op zowel Real Techniques als op Echo Tools. En dan gaat er soms wel 25% korting vanaf. Waardoor je voor dit zo'n starterpakketje bijvoorbeeld nog 12 euro nog wat betaalt. Dus eigenlijk heel erg betaalbaar. Ik geloof dat Kruidvat het op de website ook heeft. Sommige filialen zullen het ook echt in de winkel hebben. Ik heb zelf een klein Kruidvat filiaal. Dus ik ben hier nog nooit dit soort kwasten tegengekomen. Maar ik vind het echt hele aanraden. En hele fijne kwasten. Dus ik heb mijn kwastencollectie weer wat uitgebreid. Heel erg blij mee. Dan heb ik van Catrice 2 Dewy Full Lips. Dit zijn conditioning lip butters. En ik heb op het moment best wel een beetje last van droge lippen. Vooral bijvoorbeeld als ik een matte lipstick heb gebruikt of een liquid lipstick, dan drogen mijn lippen best wel uit.
En ik vind dan een lipbutter best wel fijn. Maar ik vind het altijd fijn als er een kleurtje in zit. Deze hebben kleur. Er zit Sia Butter in. Ik heb allereerst hier de 020 Let's Do This. Het zijn echt verpakkingen die een tube hebben. En gewoon een basic kwastje. Zo'n kwastje heeft hij. Ze brengen heel fijn aan. Ze zijn niet heel erg plakkerig. Ze blijven wel glimmen. Maar ik vind het heel erg fijn dat hier ook een kleurtje van afkomt. En ze zijn heel verzorgd. Want er zitten dus ook vitamines in. En ze maken mijn lippen heel erg zacht. Dus vooral in de tijden dat ik droge lippen heb en ik wel een kleurtje wil aanbrengen, vind ik dit soort producten heel erg fijn. Ik had deze al eerder getest, want ik dacht ik wilde er toch wat kleurtjes bij hebben. Dus dat is allereerst deze. En ik heb hem dan ook nog in de kleur 040 Do You Care. En dat is dit kleurtje. Een beetje meer bruin, nude-achtig. Dit is wel echt mijn favoriete kleur. Maar omdat ze allebei heel fijn zijn, deze is ook wel leuk. Bijvoorbeeld bij een heftige ooglook. Om dan een wat lichter kleurtje aan te brengen. Dus echt wel een heel... hele fijne lipproducten die ik met veel liefde draag. En gewoon heel erg fan van ben. Dus dat zijn deze twee. Even kijken. Dan heb ik een You Better Work Fixing Spray. Deze is Gym Proof. Deze komt uit die You Better Work line. Die Essence een paar jaar geleden alweer heeft geïntroduceerd. En dit is een fixing spray die zweetresistant is. En dus je gezicht mat maakt. Allereerst, hij heeft een beetje een standaard pompje. Dus het is niet heel bijzonder. Maar hij rookt ook niet... Hij rookt niet super lekker naar mijn idee, maar hij is wel heel fijn omdat hij je gezicht mat maakt en je make-up gewoon heel erg lang op zijn plek laat zitten. Of die echt heel geschikt is om mee te sporten, durf ik je niet te vertellen. Omdat ik dat zelf niet doe. Dus ik hem daar ook niet bij kan gebruiken. Ik weet dus ook niet of die echt sweet resistent is. Maar ja, ik vond het wel gewoon een hele fijne fixing spray. Die gewoon gedurende de dag mijn make-up op zijn plek liet zitten. Dus daarom was hij toch wel favoriet van mij. Dan ga ik door met een rouge. En deze is van de Aldi. Aldi verkoopt make-up in het merk, van het merk Biocura. Ik heb deze in de kleur 09 Persik. Ze zitten in een doosje. En dit zijn dus best wel mooie doosjes voor low budget rouges. Ja, rouge blush. Het is eigenlijk hetzelfde. Er zit een spiegeltje in. Kijk, er zit hier een heel klein spiegeltje in. Wat handig is om bijvoorbeeld onderweg te doen. Ik vind het wel iets onhandig omdat die half is. Maar dit is dus de kleur. Ik vind het een hele mooie kleur. Ook het logootje van Biocura staat erin. Want het is dus een half maantje. Het is helemaal geen maantje. Nou ja, dit is het logo van Biocura wat erin staat. En dat vind ik wel heel erg mooi. Echt een hele gepigmenteerde blush. Hij bevat ook mineralen en een langdurige werking. En hij past dus prima in je handtas. Dat is dus het doel wat Aldi hierbij wilde stellen. En hij zou ook je huid verzorgen en beschermen tegen milieu-invloeden. Ik vind dat je hoeft echt niet heel veel aan te brengen. Want hij is best wel gepigmenteerd. Anders heb je echt een hele roze huid. Dat heb ik gemerkt. Je moet hem goed afdikken. Maar voor een hele goedkope blush vind ik hem er gewoon heel mooi uitzien. Het doosje is mooi. Het product wat erin zit is heel erg goed. Dus ik was eigenlijk wel super tevreden over deze blush die gewoon bij de Aldi wegkomt. Ik hoop eigenlijk dat ze met de tijd nog meer producten kunnen krijgen van omtrent make-up. Dat ik misschien eens een hele make-up look kan maken met alleen maar producten van de Aldi. Maar dat is tot nu toe nog niet mogelijk omdat ze nog niet een heel uitgebreid assortiment hebben. Lidl heeft dat bijvoorbeeld wel, maar wie weet dat Aldi daar nog eens mee komt. Maar die blush vond ik in ieder geval heel erg mooi en daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Dan heb ik een eyeliner van Essence. En dat is de Dip Eyeliner in een waterproof variant. Het is deze. Het is een vrij
langwerpig verpakkingje. En hij is gewoon zwart. En wat ik heel erg fijn vond aan deze eyeliner was de punt. Want hij heeft best wel een strakke tip. Natuurlijk weer niet zichtbaar voor jullie. De tip die is eigenlijk zo strak dat je hem heel precies kunt aanbrengen. Je kunt hem zowel dik aanbrengen als dun. Maar ik hou wel van dit soort tips die dus niet heel erg meebewegen. Omdat ik hier best wel strak mee kan werken. Hij heeft ook echt een hele intens zwarte kleur waar ik echt heel erg blij van word. De verpakking is verder vrij basic. Maar ja, dikke prima eigenlijk. Een hele fijne eyeliner die gewoon heel goed op zijn plek blijft zitten. Ik heb hem niet getest in de regen. Ja, waterproof zou je natuurlijk het beste kunnen testen met zwemmen of zo. Nou ja, dat doe ik niet. Dus is in deze tijd natuurlijk ook wel een beetje onmogelijk. Maar ja, ik kan hem daar niet bij testen. Je zou hem onder de douche kunnen testen. Of het moet net regenachtig zijn dat je kan testen, blijft hij zitten. Maar ik vond hem gewoon heel erg fijn. Omdat hij gewoon heel fijn aanbrengt. Intens zwart is. En die tip die vond ik gewoon echt geweldig. Dus dat is deze Dip Eyeliner van Essence. Dan heb ik van Catrice de Bouncy Bronzer Caribbean Vibes. Dat is deze. Het is een potje. Ik heb deze in de kleur 020 Cuba Vibes. Het is eigenlijk een beetje, ik kan hem niet heel schuin houden, want dan loopt het eruit. Zo'n substantie. Het is niet een hele vaste substantie. Maar ik was eigenlijk heel erg verrast over het resultaat. Hij heeft een kleine shimmer erin zitten. Dus hij heeft een beetje een glow. Maar je kon hier eigenlijk gewoon heel erg mooi mee contouren. Ik heb ervoor gekozen om hem aan te brengen over mijn foundation en hem dan af te poederen. Omdat het wel een vloeibaar product is. En als ik dit over mijn poeder heen aan zou brengen, zou die toch echt wel gaan verschuiven. De borrel zou mijn poeder en alles verschuiven. En omdat het toch best wel een beetje vochtig blijft, zeg maar, op je gezicht, vind ik het fijn om het af te poederen. Maar ik was heel erg verrast over het resultaat wat hij gaf. Want eigenlijk zag je hem nadat ik hem afgepoederd had nog heel erg mooi zitten. Het inblenden is wel even een beetje een dingetje als je hier niet zo thuis in bent. Ik vond het op zich vrij makkelijk gaan. Maar het kan zijn dat als je hier niet zo thuis in bent, dat best wel een dingetje is. Omdat het best wel wat moeilijker gaat. Je kunt er niet even over je hele gezicht uitblenden. Omdat je maar bepaalde delen gecontourd wil hebben. Maar toch vond ik het echt een hele fijne bronzer. Die ik zeker nog vaker ga gebruiken. En ik was er ook echt wel heel erg enthousiast over en verrast. Omdat ik normaal niet echt heel erg groot fan ben van producten die vloeibaar zijn. Maar deze vond ik echt super fijn. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dan heb ik een palette van Essence. En dit is het Blush & Highlight palette uit de Crystal Power collectie. Het is dit palette heel mooi vormgegeven. Hij is gemaakt van stevig karton. Dat zie je de laatste tijd veel vaker bij Essence dat ze daarvoor kiezen. En hier zitten dus blushes en highlighters in. Ik ga even wat wegblazen hoor, want ik hoop altijd dat mijn paletten zo netjes mogelijk blijven. Maar dit zijn de kleuren. Je hebt dus twee highlighters, twee bronzers. Ze zijn best wel wat heftiger. Vooral de bronzer of de highlighters. Die zijn eigenlijk vrij normaal. Maar de bronzers of de blushes zijn wel wat heftiger. En ja, je moet ze heel goed uitblenden. Je hebt heel weinig nodig. Vooral van deze bovenste kleur heb je niet zo heel veel nodig. En het leuke is dat de namen er ook nog onder staan. Dus dat vond ik wel echt een heel erg groot pluspunt. De twee highlighters heten Glowing Energy en Shine Bright. En de blushes heten Superpower en Inner Happiness. Ja, er zit ook een hele mooie spiegel in waar ik altijd wel heel erg blij van word. Ik vond het echt een heel erg fijn paletje. Omdat de producten een goede pigmentatie hadden en er gewoon heel erg mooi uitzagen. Dus ik was eigenlijk wel heel erg verrast door deze blush en highlighter paletten van Essence. Dan heb ik een oogschaduwpalette. En dit is een oogschaduwpalette van MUA. Oftewel MUA. Dit is een Molten Metals eyeshadow palette met 20 kleuren met een grote pigmentatie. Er zitten wat shine, maar eigenlijk vooral shine kleuren in, niet echt heel veel matte.
Het is een heel erg mooi paletje met verschillende kleuren. Zo zie je hem heel goed. De pigmentatie van dit paletten is echt top. De kleuren zien er heel erg mooi uit. Zijn mooi op te bouwen. Je kunt er verschillende ooglooks mee maken. Het zijn wel vooral de wat rozere tinten. En je hebt hier wat champagne tinten. Maar ook wat paars. Dus het zijn wel misschien wat heftigere kleuren. Als je misschien meer van nude houdt, zijn die paletten niet echt wat voor jou zijn. Maar ik vond dit echt een heel erg mooi palet. Waar je mooie ooglooks mee kunt creëren. Vooral omdat de kleuren mooi op te bouwen zijn. Nou, zoals ik zei, ze hebben eigenlijk allemaal wel een shimmer. Ik dacht dat er ook matte kleuren in zaten, maar ze zijn allemaal shimmer. Ik ben iemand die in één ooglook meerdere kleuren gebruikt. Dus je zou bijvoorbeeld ook dit palet kunnen gebruiken en nog een andere palet hierbij. Zodat je het een beetje kunt afwisselen met mat. Omdat er dus geen matte kleuren in zitten. Maar ja, verder is het gewoon een heel erg mooi palette. En het leuke aan NUA is dat ze tegenwoordig ook vegan zijn. En ze testen ook niet op dieren. Volgens mij heeft NUA nooit op dieren getest. Maar ik zie hier nu toevallig ook een logootje staan dat ze niet op dieren testen. Dus dat vond ik toch wel even belangrijk om erbij te vermelden. Maar ik ben wel heel erg blij met dit oogschaduwpaletten die echt heel erg tof eruit ziet. Dan heb ik toch nog een oogschaduwpalette. En dat is ook van Essence. En dat is het Crystal Power palette. Eigenlijk precies hetzelfde palet als die ik net liet zien. Eigenlijk een beetje hetzelfde als deze. Alleen hier zit dus oogschaduw in. Ik zal hem even laten zien. Er zijn wel wat heftigere kleuren. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. De kleuren zijn vrij heftig. Ze zijn heel goed gepigmenteerd. Dit zijn wel matte en shimmer kleuren. Ik vind de kleuren wel heel tof. Want je kunt er wel hele leuke ooglooks mee maken. De oogschaduwkleuren zijn Never Give Up, Sparkle All Day, Good Vibes Only, Reach for the Stars, Make It Happen, Love Yourself, Chase Your Dreams, I've Got the Power and Believe in Miracles. Ja, ik was echt heel erg enthousiast. Je ziet het ook wel omdat het eigenlijk vrij poederig is. En dat is altijd een goed teken. Ja, ik vond het echt een heel erg leuk palette. Het zijn misschien wat gewaagdere kleuren. Vooral wat groen en blauw. Maar ik werd er wel heel erg blij van. Wederom natuurlijk weer die grote spiegel. Het paletje zelf is ook weer gewoon gemaakt van stevig karton. Net als die andere die ik liet zien. Maar ja, het zijn echt 9 oogschaduws die een crystal inspired look hebben. Dus echt, ik vond het echt een heel erg mooi paletje. En ik ga hem zeker nog heel vaak gebruiken. Want ook die blauwe kleur, die was echt heel mooi. Terwijl ik normaal iemand ben die dan heel veel blauw bij elkaar mengt, vond ik dit ook wel leuk om te combineren met de kleuren uit dit paletje. Dus ik was hier ook heel erg blij mee. Dan heb ik 3 lipsticks. Deze zijn van Bourjois. En dit zijn de Rouge Velvet Lipsticks. Ik heb 3 kleurtjes. Het zijn deze lipsticks. Ik ben dol op lipsticks, zoals jullie weten. Ik begin even gewoon met deze. Dit is de 04 Hip Hip Pink. Dit was sowieso een van mijn favorieten. Het zijn hele zachte lipsticks. Dit is de kleur. Ik zal hem een beetje omhoog draaien. Heel mooi roze. Echt heel erg mooi. Hij bracht heel fijn aan. Ze hebben ook een soort druppelvorm gekregen hierboven. Waardoor het aanbrengen ook veel gemakkelijker gaat op je lippen. Omdat je heel makkelijk de contour van je lippen kunt volgen. Dus dat vond ik echt super mooi. Bleef ook heel erg goed op zijn plek zitten. Voelde gewoon heel prettig aan op mijn lippen. Zacht en ja, gewoon echt super fijn. Verder staat er niet heel veel informatie op over deze lipsticks. Maar ja, ik was echt heel erg fan van deze kleur. Want hij is mooi, wat feller en daar hou ik heel erg van. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik ook een rode kleur. Deze heeft de naam 07 Jolie Carminus. Ik spreek het vast niet goed uit, maar dit is een naam die ik bijna mijn mond niet uitkrijg. Maar ook een super mooi kleurtje. Mooi rood. Hou ik van. Ik hou van rood. Jullie kennen me inmiddels vast wel als je video's langer volgt. Rood en ik zijn een goede combinatie als het op make-up aankomt. Hele mooie kleur ook deze. Dat was ook een van mijn favorieten. Deze kleur vind ik mooi. Is misschien
iets minder mijn favoriet. Deze heet de naam 010 Nohalicious. En ondanks dat hij wel heel mooi is, vond ik de kleur iets te zacht. Ik hou toch wel van wat fellere kleuren. Hij is wel mooi op te bouwen, maar ik vond hem iets te licht. Maar desondanks zou ik hem zeker nog gaan dragen bij heftigere ooglooks. Ja, ik vind het heel erg handig dat ze zo'n druppelvorm hebben aangebracht. Waardoor het aanbrengen van de lipstick heel erg makkelijk gaat. Mooie pigmentatie, mooie kleuren. Maar ja, toch wel echt mijn favoriet zijn deze twee. En deze vind ik ook wel mooi. Maar als ik echt moet kiezen qua favorieten zijn het deze. Maar deze vind ik wel leuk om te dragen dus bij een fellere ooglook. En dan ben ik toe aan alweer het allerlaatste product. Het is een oogschaduwpalette van iHeart Revolution. Namelijk het Violet oogschaduwpalette. Ben ik toen heel lang op naar op zoek geweest. Uiteindelijk heeft Nathalie volgens mij hem nog voor mij kunnen scoren. Nou ja. Dat zijn gewoon die chocoladepalettes die je inmiddels wel kent. Op de achterkant staat ook Violet. Dat vind ik wel heel handig gedaan. Want zo kun je wel gewoon zien wat je in handen hebt. Al denk ik wel dat je het aan de kleuren een beetje kunt herkennen. Ja, heel tof palet. Op de achterkant staan trouwens de kleuren al een beetje omschreven. Het is een vrij heftig palet. Er zitten veel paars tinten in en wat roze tinten. Dus het is wel een palet wat je moet durven dragen. Nou, ik heb daar zelf niet zo'n moeite mee. Grote spiegel erin. En hij ruikt een beetje naar vanille. En wat ik heel fijn vind aan de vernieuwdere paletten van iHeart Revolution. Zijn dat de namen hieronder staan. Voorheen stonden de namen zeg maar op het blaadje. Wat bovenop je paletten ligt. Die ik er net heb afgehaald. En hier is nu. Oh, die ligt hier. Hier stonden de namen eerst op. En nu hebben ze het onder je oogschaduw gedaan. Maar dit zijn dus de kleuren. Goede pigmentatie. Het is weer een combinatie van mat en shimmer. Ik vind echt dat je hier hele mooie ooglooks mee kunt creëren. Ja, ik ben gewoon heel erg groot fan van dit soort paletten. Dus voor mij is het ook ja, niet meer dan normaal dat ik ze eigenlijk het liefst allemaal wil verzamelen. Omdat ik ze eigenlijk allemaal heel mooi vind. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld palettes van Essence of Catrice, zijn dit misschien relatief wat duurdere palettes. Zo'n palette kost 10 euro. Maar hij is echt meer, zijn geld meer dan waard. Omdat ze echt een goede pigmentatie hebben. Ze zien er prachtig uit. Ja, ik word toch altijd wel heel erg gelukkig van deze palettes van iHeart Revolution. En deze violet is ook zeker weer echt een van mijn favorieten die ik er weer nieuw bij heb. Die ik met heel veel liefde nog ga gebruiken. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van maart. Het viel eigenlijk wel mee. Maar ik moet ook zeggen dat ik in maart wel een aantal producten had die ik niet zo fijn vond. Dus er zijn er ook een aantal in de veel productmandjes beland. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie al eens een van deze producten hebben getest. Of dat je misschien zelf wel benieuwd bent geworden naar een van deze producten. Ja, het is natuurlijk mijn persoonlijke mening. Wat ik fijn vind, hoef jij het totaal niet fijn te vinden. Misschien heb je wel eens een product getest waarvan je denkt, waarom laat je het in de video zien, want ik vond het niks. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje een kwestie van persoonlijke smaak, denk ik. En ik denk dat iedereen het ook anders interpreteert hoe iets kan bevallen, ja of nee. Ik ben in ieder geval super blij met mijn producten en ik ga ze weer met heel veel liefde in mijn stash zetten. En dit mandje weer vullen met de nieuwe producten die alweer klaarstaan van april. Ik wil je voor nu in ieder geval weer super bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk? Doe even je duimpje omhoog. Ben je nieuw op mijn kanaal en zou je het leuk vinden om op de hoogte te blijven van mijn video's? Kun je je gratis abonneren op het rondje met mijn gezicht te drukken die hierboven verschijnt. Ook kan je dat doen op mijn kanaal zelf. En daar staat dan ook dat belletje wat je even kunt aandrukken. Dat je elke keer een melding krijgt zodra er van mij een nieuwe video online komt. Ja, ik zou bij deze zeggen bedankt voor het kijken. En hopelijk bij je volgende tot de volgende video. Doeg!